In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van geweteloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De bokkenrijders, Annegebroed, dat is het. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak, dat moeten ze. Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, Warre? Annegebroed, dat is. Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder. Gezwets, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewoon een volle knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis. De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder. Een goddeloze doerak die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en goed. Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge peer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan. Als jongeling deugde niet Annie. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je een deugd niet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. Ladies and gentlemen, please stand back. Doors will open in your direction. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, dames en heren, let u op, de deuren openen in uw richting. Achter de ramen, let u op, de deuren openen in uw richting. Geen monnikenzang of vroomgeprevel. Achter de kapeldeur, gouden kelken en zilveren kandelaars voor het opraap.
Dames en heren, jongens en meisjes, wilt u nog graag achter uw voeten plaatsen? Kinderen die op schoot nemen, en het sluiten van de beugels goed gewoon. Hey mensen, daar ben ik weer. Ik wil even wat zeggen, want die medewerker naar deze vond ik een beetje schande, want hij moet dus gaan. En dan doet hij eigenlijk onder de show, doet hij zeg maar de deuren pas open. Dat is een beetje raar. Maar ja. Oké mensen, bij deze wil ik u bedanken voor het kijken naar deze geweldige video. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Eerst zien hoe het hieruit komt. Ja. Dan wil ik jullie zien bij de volgende Sprookjeskracht aflevering. Als je mail wilt zien, abonneer dan. Als je dat nog niet bent. En dan zie ik je bij de volgende video. Tot ziens!